Welkom bij een nieuwe Amersfoort Update hier in het Rietveld Paviljoen, waar een foto-expositie wordt gehouden van Wim Koorts, een Amersfoorts fotograaf. Daar gaan we straks naar kijken. En het heet Salon 033 en is onderdeel van Amersfoort Fotostad 033. Ook exposeren nog wat kunstenaars die afgelopen donderdag hebben hun werk laten zien. Maar dat pikken we gelijk even mee. Maar de hoofdzaak is Wim Koorts met schitterende foto's, genaamd 9 maanden. U bent ook aanwezig op de tentoonstelling van Wim Koorts. U schrijft nu wat in het gastenboek. Ja. Gaat u hem een hart onder de riem steken met uw schrijven? We kennen hem al zo lang en het is zo'n geweldige fotograaf. Ja. Hij heeft een keer een serie gehad van jong tot oud. En toen waren we bij hem en toen zei hij, ik mis nog een oude vrouw. Nou, ik zeg, als je mij kunt gebruiken, dan mag je mij hebben. Ja. Toen zei hij, ja, maar dat doen we niet zomaar. Dan kom je eerst met je man. Drink we een kopje thee, vertel ik hoe ik werk. Ja. En dan gaan we foto's maken. En nu heb ik twee prachtige foto's waar je mij bloot ziet, maar niks ziet. Nee. Maar dat was ook afgesproken. Ja. En dat hangt in de slaapkamer. Ja. Oh, u hangt niet hier, zeg maar. Nee, even ik hang niet hier. Nee. Tot slot, wat heeft u hem geschreven? Ik heb geschreven wat de prachtige foto's van een heel mooie, van een heel mooie vrouw. En uw naam is? Tineke Krook. Dankjewel, Tineke. Oké. Okay. Ambiëren een functie in een hele grote regio buiten Amersfoort. En dat doen we door grote exposities te maken. En die wisselen we af, en dat vindt u deze weken, met Amersfoorts talent. En bijzonder is dat wij altijd proberen om fotografie te combineren met glaskunst, met schilderkunst, met gedichten. Dus in die zin krijgt u een beetje een voorproefje van wat hier te komen staat. En ik zeg dit natuurlijk allemaal omdat ik hoop dat u nog heel vaak blijft komen. Ook als het niet om onze hoofdgast van vanmiddag gaat, Wim Koorts. We zijn natuurlijk enorm blij dat je er bent. Veel op het programma. We zijn er heel vol van met een vijftigtal vrijwilligers. En we hopen nog heel lang hier te blijven. Ik ga het woord geven aan Lex van der Hatert. Lex, jij gaat op verzoek van Wim degene zijn die hem mag toespreken. Ik weet dat het bij jou in goede handen is en ik geef met veel plezier de microfoon aan jou door. Hou maar een praatje over mijn foto's en niet te veel over mij. Dat zei hij afgelopen donderdag toen ik een voorgesprek met hem had en samen met hem langs de foto's ben gelopen. Wim denkt altijd lang na over het concept van een nieuwe serie. Wat wil je laten zien in de diepere laag? Hoe ga je het aanpakken? Welke attributen ga je gebruiken? En hij is ambitieus. Hij wilde iets laten zien wat hij zelf in ieder geval nog nooit gezien had. Die toont eigenlijk op creatieve wijze een eitje. Het embryo, het begin van de zwangerschap. Foto nummer 2 toont heel subtiel het begin van een zwellende buik. Lex van der Hatert, Nederlandicus. En deze schitterende tentoonstelling van Wim Koorts, dat is primair. Hè? De rest omheen is ook mooi, maar ja. Wim Koorts moest vandaag in het zonnetje gezet worden. Wat heb jij die 15 foto's op een mooie manier, op een serene manier onder woorden gebracht? Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Is ook leuk om te doen voor zo iemand als Wim. Hoe bereid je je dan voor? Want je hebt een van tevoren gesprekken gevoerd. Ja, ik ben afgelopen donderdag, toen de tentoonstelling dus al ingericht was, had ik een afspraak met Wim gemaakt. En heb ik een voorgesprek met hem gehad. En ook een beetje aan hem gevraagd van, hoe komt zoiets tot stand? Hè? Hoe doe je dat? Hoe bereid je je voor? Hoe is je relatie met het model? En hoe werkt dat allemaal? En daarna hebben we samen ook langs de foto's gelopen. En heb ik vragen gesteld. En zelf mijn observaties aan hem gegeven. En kijken hoe die reageerde. En dat soort dingen. In de foto's 7, 8 en 9 gebruikt Wim een plank als attribuut waarop Anne figureert. De plank die lijkt te zweven. Wim praktiseert er altijd lang van tevoren over hoe hij dat technisch mogelijk moet maken.
En dan maakt hij in zijn bescheiden studio echt ingenieuze constructies om het er zo uit te kunnen laten zien. Nou, ik heb twee keer eerder al een tentoonstelling van hem mogen openen. En toen merkte ik ook al dat we wel een beetje een klik hadden. En dat hij dat leuk vond. Dus dan is het leuk om het nu ook weer te doen. En zijn model is ook verschrikkelijk trots, want ik geef het je te doen. Hè? Je geeft jezelf letterlijk en figuurlijk bloot. Hè? Ja. Dus dat is ook wel, dat zei ik ook in mijn toespraak, dat kan alleen maar als je met de fotograaf ook een vertrouwensband hebt opgebouwd. Elkaar wederzijds vertrouwd. En dat kun je aan de foto's afzien. Ze getuigen van intimiteit, van jezelf kwetsbaar durven opstellen, van vertrouwen in elkaar. En dat is een compliment voor beide, voor de fotograaf en voor het model. Zij is al 10 jaar model van Wim, hè? En dan kan zoiets, want je moet wel het vertrouwen hebben dat ja, zorgvuldig en integer gemaakt wordt. Nou, en ja, dat is hij bij uitstek. En dan is dat voor die fotograaf fijn, maar voor het model is het dan ook prachtig. En dan in het Rietveldpaviljoen, dat is een plek waar de foto's zo prachtig tot hun recht komen. Dus en de foto's en de locatie zijn natuurlijk heel bijzonder. Wim Koorts, ja? Jouw model Anne wilde heel graag dat we op de achtergrond deze foto gingen doen met die ladder. Enorm mooie foto. Jullie hebben elkaar gevonden, de fotograaf en het model. Kun je heel kort toelichten hoe dat in zijn werk is gegaan? Ja, via, hè. Via Galerie Lichtzone. Zo hebben we contact met elkaar gekregen. Ja. En dat zal nou zo'n 10 jaar geleden zijn. En dit is het resultaat. Mag ik jou een heel groot compliment maken? Dat mag. Ja. Maar dan moet je er ook achter zetten dat de fotograaf het niet alleen doet. Hij kan het alleen met een model. En daar ga ik nu naartoe. Topmodel Anne. Het zijn schitterende foto's, maar ik kan me voorstellen dat je in het begin bedenkingen hebt, omdat ze allemaal schitterend mooi naakt zijn. Daar moet je natuurlijk wel met hem over gesproken hebben. Nou, en zo ben ik ook bij Wim terechtgekomen, want die gemeenschappelijke vriend van ons dus, die zei, nou ja, ik heb wel een fotoshoot van je gedaan, maar weet je wie dat veel beter kan? Wim Koorts, moet je daarheen gaan? Nou, zo ben ik bij Wim terechtgekomen. En we hebben eigenlijk altijd naakt geschoten, maar het is wel altijd kunstzinnig geweest. Dus ja, een zwangerschapsshoot, dat vertrouwde ik hem volledig toe natuurlijk. Dat absoluut, ja. Ik ben super tevreden. En ik ben onvoorstelbaar blij met Anne. De tentoonstelling is er nog tot 9 februari. Kan je even bekijken op de website rietveldpaviljoen.nl. Als ik het goed zeg, ja. Volgens mij wel. En kom zeker even kijken. Ja. Tot slot. Ja. Zij is geboren. Absoluut, ze is geboren. Ze is hier ook. Kunnen zo wel even een kijkje nemen. Ja, Mille heet ze. Mille. En inmiddels is ze ook 9 maanden oud. Dus dat is ook wel heel erg toepasselijk. Hè? Nu 9 maanden en 9 maanden. Dus dat allemaal heel mooi symbolisch. Ook de kunstenaars, de anderen, er zijn nog 9 kunstenaars. En dat zijn ook allemaal Amersfoorters, voor zover ik weet. Het is heel gevarieerd. Er zit nog meer fotografie in, maar ook schilderkunst. Ook allerlei dichters. En de stadsdichters presenteren zich. En er zitten heel bijzondere dingen in. Afgelopen donderdag was er ook een grote tentoonstelling. En daar kun je wat meer over vertellen. Want achter ons zijn de fotografen bezig geweest. De Amersfoortse fotografen en de stadsdichters. Ja, het was afgelopen donderdag Nationale Gedichtendag. En dat hebben we aangegrepen om aan fotografen te vragen van verbind je eens met een dichter. En aan een dichter van laat je eens fotograferen. En dat heeft tot een expositie geleid. Op de benedenverdieping in het Rietveldpaviljoen. Je weet, het is best een heel groot pand. En door het hele pand heen hangt tot 9 februari nog werk van Amersfoortse fotografen, dichters, maar ook glaskunstenaars, ook schilders. Linda Verkaik, die geweldige objecten van metaal maakt. Dus het is echt een heel Amersfoorts gebeuren. En geeft een brede kijk op wat er in Amersfoort gebeurt. Hebben wij talent? Wij noemen het Salon 033 en ieder kwartaal nodigen wij een aantal van die talentvolle mensen uit om hier te komen exposeren. Ieder kwartaal 2 weken lang.
En Hans, praat je nou over professionele kunstenaars of is het een semi-professioneel? Of is het gewoon amateurisme? Het klinkt een beetje oneerbiedig, maar... Ja, wij geloven heel erg in de combinatie. Dat hebben we altijd in de fotografie gedaan. Er zijn in Amersfoort 160 professionele fotografen. Ik geloof het zelf niet als ik het zeg, maar het is echt zo. En dat geldt voor beeldend kunstenaars ook. Heel veel professionele mensen. Maar we hebben een manier van selecteren, waardoor ook mensen die het in hun vrije tijd doen, naast hun werk, die goed zijn, die ook door die selectie komen en die mogen ook exposeren. Dus wij geloven dat het alle twee kan. Dan hebben we hier beneden, in de benedenruimte hebben we de dichters, maar je had boven ook nog, wilde je ook graag dat we dat even gingen zien, hè? Ja, ik ben zelf erg enthousiast over een hele combinatie van mensen. Daar kan ik dan van genieten als ik die bij elkaar breng, die elkaar tot voor 2 maanden helemaal niet kenden. Ja. Een schilder en een glaskunstenares en een fotograaf. En Anna Skubisch die beelden maakt en Patrick Simons die landschappen in de omgeving van Amersfoort fotografeert. Hele uiteenlopende mensen en die met elkaar gaan zitten en zeggen hoe maken we dit nou tot een prachtige gang. Nou, daar kunnen mensen tot 9 februari terecht. Nou, ik vind dit echt een heel leuk voorbeeld van hoe door mensen uit verschillende kunstdisciplines samen te brengen, je eigenlijk iets echt nieuws krijgt wat ze individueel niet kunnen. Dus je ziet hier achter de treek gefotografeerd met prachtig licht door Patrick Simons. En dan zie je die vormen terugkomen in die serie van Kees Wouda. Die we nu natuurlijk eigenlijk alleen als een soort nieuwsjager kennen met foto's in de krant. Ja, maar die staat dan ineens in de poëtische sfeer terecht. Dan zie je dat Anna Skubisch daar herten en konijnen en ook figuren die ja, kennelijk ter aarde gestort zijn tegen die treek aanlegt. Heel de paal vast, glaskunstenaar, echt een hele goeie. Die dan goed naar die foto's kijkt. En wat maakt ze dan? Dan maakt ze bomen en een heel bos van glas. Dus het is allemaal treek wat je hier ziet. Ja. En dan draaien we ons om. Ja. En dan zie je Elizabeth Stanley, een schilder. En die kijkt naar diezelfde vormen. En die schildert ook weer met die ronde vormen. En vogels en pluizen. En dan zie je daarachter een rood kapje door het bos lopen. Nou, dat is wel humor ook, hè? Ja, ja, dat vind ik zeker humor. Ik vind dat schitterend, dat ze dan daartoe komen. Maar kwam dat spontaan, die combinatie, om diverse... Ja, ik zoek heel graag mensen waarvan ik denk, die hebben wat met elkaar, maar ze weten het nog niet. Nee. Dat vind ik dan mooi om te doen. Hoe reageerden ze zelf? In het begin aarzelend, want ze zijn kunstenaars en individuen. En ze zeggen, ja, maar ik wil... Ze zegt, dan ga maar eens kijken en dan gaan we samen zitten. Ja, en dan komt er iets nieuws uit. En dat is leuk natuurlijk. En nu vanmiddag ook hebben ze zelf bezoekers rondgeleid met elkaar. En het verhaal met elkaar verteld. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Dankjewel. 9 februari 's middags, dan zijn ze er allemaal. En leiden ze met z'n allen de bezoekers rond. Met allemaal een mooi verhaal. Veel beter dan ik dat kan.